In Christus beminden. Goedenavond. Het is mij een vreugde u op Palmzondag toe te spreken. Vandaag vieren wij een feest dat het koningschap van Jezus Christus heel duidelijk uitbeeldt. De Zoon van David, Jezus Christus, Gods Zoon, komt naar Jeruzalem, de stad van God, om er bezit te nemen van het huis van God. God troont op aarde. Het is dat wat de profeet Zacharias eeuwen van tevoren voorspeld had. Het is dus een vreugdefeest. Nemen wij deel aan de gevoelens van het Joodse volk. Jong en oud huldigde onze heiland. Men greep naar palmtakken, men spreide klederen op het wegdek neer en men zong Hosanna, filio David. En dierbaren, Palmzondag betekent ook dat wij ingetreden zijn in de goede heilige week. En ik maan u aan deze week in meditatie door te brengen. Mediteer over de schouwspelen die u voor uw ogen ziet voltrekken. U ziet hoe onze heiland bijzondere sacramenten instelt. De heilige mis, de heilige communie, het heilig priesterschap. Hij geeft de kerk de heilige oliën en op Pasenavond de heilige biecht. En dierbaren, en laat deze genaderijke tijd niet voorbij gaan. Bij elk tafereel dat wij kennen uit de heilige schrift trachten wij er dieper op in te gaan. Stellen wij ons steeds de vraag, zoals de heilige Ignatius zegt, wie is die man die daar leidt? Wie is die man die daar spreekt? Het is God. En waarom handelt hij zo? Is hij gedwongen? Nee, hij handelt geheel vrijwillig. Op elk moment had God op de stopknop kunnen drukken, een wonder kunnen verrichten, maar hij deed het niet. Waarom? Het was allemaal uit liefde tot zijn vader en uit liefde tot iedereen van persoonlijk onder ons. En dierbaren, ik wens u een gezegende goede week toe. Starten wij vandaag met de conferentie, de predikatie over de laatste hoofdzonde. En dan starten wij eerst met een gebed. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Pater noster, quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sancte Iosef, ora pro nobis. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Wat ik tegen u heb, is dat gij uw eerste liefde, uw eerste ijver verloren zijt. In Christus beminden. De heilige wiens feest wij gisteren vierden, de heilige Isidorus van Sevilla, gestorven in 636, was als jonge student heel lui. Op een dag liep hij zelf van de kloosterschool weg, omdat het studeren hem te veel moeite kostte. Hij zwierf door de stad Sevilla en zette zich uiteindelijk moe op de rand van een waterput neer. Daar zag hij een uitgeholde steen en hij vroeg zich af hoe deze uitholling was ontstaan. Toevallig kwam er een oude vrouw water putten en Isidorus stelde hem zijn vraagstuk voor. De tuchtige vrouw antwoordde: kind, deze uitslijting in de steen is ontstaan doordat er constant een klein waterdruppeltje op de steen neervalt. Jarenlang reeds. Isidorus dacht bij zichzelf na en hij sprong tenslotte op en riep uit: nu zie ik duidelijk wat met bestendige ijver mogelijk is.
hoe ook ik iets groots kan bereiken met slechts dagelijks kleine moeite te doen. Als ik elke dag studeer, dan zal ik snel vooruitgang maken op school. Dat moet ik doen. Inderdaad, mijn dierbaren. De kroniekverhalen berichten dat Isidorus in de school terugkeerde en bewonderenswaardige vooruitgang maakte. Zowel in het Grieks, het Latijn, evenals in de rechten. Meer nog, door zijn dagelijkse inzet verloor hij het laster van de luiheid en kweekte een dorst naar wetenschap en christelijke volmaaktheid. En uiteindelijk werd deze voormalige, voortvluchtige scholier, leraar en dokter in de theologie en de laatste kerkvader van het Westen, bisschop. En Isidorus verdiende tenslotte ook de eer van het altaar als de heilige Isidorus. Mijn dierbaren, eergisteren bespraken wij de hebzucht, de avaritia, die de ongeregelde zucht naar materiële goederen is, bij het verwerven ervan of bij het behouden ervan. Vandaag bespreken wij de laatste van onze hoofdzonden, de geestelijke traagheid, de acedia. En deze hoofdzonde past heel goed vandaag. Zij is namelijk het tegenovergestelde van dat wat wij zien in de straten van Jeruzalem. Lofzang op Jezus, ijver voor God, blijdschap in God. We zullen ons dus de gewone drie vragen stellen. Wat is deze hoofdzonde van de geestelijke traagheid? Wat zijn haar gevolgen en welke middelen moeten wij tegen deze hoofdzonde aanwenden? De theologie, de heilige Thomas van Aquino, verstaat strikt genomen onder deze hoofdzonden de afkeer van de goddelijke goederen, meer bepaald van de genade en de vriendschap van God. Men betreurt het, soms, gedoopt te zijn. Men betreurt het ware geloof te bezitten, omdat het leven van een ongelovige schijnbaar zoveel gemakkelijker is. Men betreurt het oprecht, erg genoeg, dat men er niet los kan op zondigen. Deze hoofdzonde gaat rechtstreeks in tegen God en zijn oneindige goedheid voor ons. God die zich niet geschuwd heeft voor ons te sterven. En we zullen het zien komende vrijdag en ons alle genademiddelen te verdienen en ter beschikking te stellen. En de mens, geplaagd door geestelijke traagheid, vindt er geen gevallen aan. Het zegt hem allemaal niets. In algemene zin is het traagheid de afkeer voor arbeid, voor alles wat inspanning vraagt. En men kan zowel traag zijn naar lichaam als naar ziel. De lamlendigheid, erop gericht om elke moeilijkheid in het dagdagelijkse leven te vluchten, dat noemen wij luiheid. De traagheid, beducht om offers te brengen voor het leven van onze ziel, noemen wij de geestelijke lauwheid. En dat aspect willen wij vandaag overwegen. Proberen we eerst, zoals de heilige Thomas doet, mijn dierbaren, eerst dit begrip goed te verstaan door duidelijkheid te scheppen wat geestelijke traagheid niet is. Terwijl bij sommige christenen het hart quasi van vreugde opspringt bij de dienst aan God, bij het verrichten van de gebeden, bij het aanwezig zijn in de heilige mis, zijn andere christenen ten prooi gevallen aan geestelijke dorheid. Die zielen beminnen God oprecht. Dat betekent, zij volbrengen zo goed en kwaad mogelijk hun geestelijke plichten. Zij verrichten hun gebeden stipt, maar zij ondervinden geen troost in de godsvrucht. Deze zielentoestand, mijn dierbaren, die wij allemaal, ongetwijfeld, van tijd tot tijd meemaken, soms lange tijd, is niet
zondig. Het is niet de zonde van lauwheid waarover wij spreken. Het is eerder een beproeving. Een beproeving die zelfs de heiligen moesten doorstaan. Doorworstelen. Deze toestand kan zelfs verdienstelijk zijn. De geestelijke traagheid bestaat ook niet in het bekoord worden, waardoor men denkt soms verlaten te zijn van God. Deze toestand bestaat er ook niet in dat men dagdagelijkse zonden bedrijft uit zwakheid. Nee, de geestelijke traagheid is die ongelukkige zielstoestand van christenen die het gebed en de sacramenten verwaarlozen, zich niet om goede werken bekommeren, vrijwillig of uit gewoonte vele zonden bedrijven en er zelfs niet op bedacht zijn hun leven te willen beteren. Ze blijven lauw en koud, zonder ijver voor de zaak van God. Tekenen wij eens zo'n beeld van een lauwe christen. Vroeger bad de lauwe christen nog zijn morgend- en avondgebed. Heel belangrijk. Het morgendgebed richting aangevend, avondgebed verantwoordelijkheidszin tegenover God, onszelf en de naaste. Maar nu bidt deze christen zelden of nooit. De gedachte voor het morgen- of avondgebed of de andere zaken van godsvrucht komen zelf niet meer in hem op. Nu denkt hij hoogstens nog op zondag aan God. Voor de heilige mis komt hij nog net op tijd. Wat eigenlijk betekent dat hij te laat komt. Want hij kan zich niet voorbereiden op het misoffer, op het mysterie van ons geloof. En tijdens de heilstonden in de kerk verveelt hij zich. Een kerkboek openen, dat is hem te veel moeite. Meebidden, luid, daar denkt hij niet aan. Bovendien is zijn geloof zwak en werkeloos, zodat de predikatie hem storend is. Zijn hoop is kwijnend, zijn liefde is uitgedoofd. Hij verwaarloost bovendien tijdens de week de goede werken. Vroeger dacht hij gelukkig te zijn, iets te kunnen verrichten voor de meerdere eer van God, of tot het welzijn van zijn medemens. Maar nu laat God als medemens hem koud. De lauwe zondigt er zonder weerhouden op los. Ja, met vol verstand zelfs, met vrije wil. Reeds uit gehele gewoonte. Hij ziet niet meer op één leugen of meer, als het hem helpt. Hij spreekt soms ook kwaad als het hem voordeel brengt. Hij is de minnaar van de wereld en haar vermaken. En hij denkt, ik moet juist zien dat ik geen doodzonde doe, dat ik op de klippen blijf lopen en niet in de afgrond zak. En dan gaat het wel, zo redeneert hij. Mijn dierbaren, zo gaat het niet. Het is een grove dwaling te denken dat men dagelijkse zonden kan verrichten, dat die door de beugel kunnen. Ach, ik heb niets te biechten, enkel maar dagelijkse zonden. Wel, is dat niet genoeg? Dagelijkse beledigingen van onzentwege aan het adres van de almachtige, eeuwige, rechtvaardige God. En dagelijks op de rand van de afgrond te lopen. Is dat niet het tarten van het lot? Het uitlachen van God? Wat zijn de treurige gevolgen van de lauwheid? Om dit duidelijk te maken geeft kardinaal Faulhaber een beeld waarop de lauwe christen gelijkt. Het is een beeld van een niet volbouwde kathedraal die eigenlijk reeds tot puin vervalt. De christen, hij is in staat tot grote zaken met hulp van de genade. Hij kan een heilige worden. God heeft het werk reeds begonnen. En ook de lauwe christen was begonnen aan zijn geestelijk leven te werken. Maar hij geeft op. Hij geeft een ziel prijs aan de gewoonte,
aan het toeval. En zo geraakt hij in verval. En bij gevolg is de geestelijke armoede van een lauwe christen zichtbaar. De armoede van zijn ziel. Het gebrek aan verdiensten voor de hemel. Hij heeft duizenden gelegenheden laten voorbijgaan om schatten in de hemel te vergaren. Hij is in dezelfde toestand als de lauwe bisschop van Laodicea, die van Christus het verwijt kreeg. Wat ik tegen u heb, is dat gij uw eerste ijver, uw eerste liefde verloren zijt. Gij denkt rijk te zijn en geen gebrek te lijden, maar gij weet niet dat gij een ellendeling zijt, erbarmelijk, arm, blind en naakt. Inderdaad, de lauwe meent dat hij genoeg doet om de hemel te verdienen, maar het is niet zo. En dit is het tweede gevolg van de lauwheid, namelijk de verblindheid van de geest, de valse gewetensrust. Een fenomeen dat wij in de wereld zien. Terwijl de lauwe zijn plichten slecht vervult, racems aan zonden opstapelt, vestigt hij zijn aandacht op het weinige goed, op het minuscule goed dat zijn eigen liefde nog weet te ontdekken. En hij begint zichzelf in slaap te wiegen. En hij spreekt van een goede God die het maar goed moet vinden, die maar barmhartig moet zijn. God heeft echter andere maatstaven. Het derde gevolg van de lauwheid is leven in staat van doodzonde. Leven, bestendig. Een slepende ziekte is de lauwheid en de oorzaak van de zielendood. Een opeenhoping van dagelijkse zonden verzwakt zijn wil. Verstoft het venster waardoor het goddelijke zonnelicht de genade kan werken in zijn ziel. En zo is die ziel niet meer in staat de boze neigingen te weerstaan. En dan komt de duivel, geholpen door de wereld, geholpen door onze gevallen natuur. En de burcht van de ziel weerstaat die aanval niet, omdat zij niet gewoon is te strijden, niet gewoon is moed bijeen te rapen. En de ziel valt. En wat zo droevig is, is niet dat zij valt, maar dat zij rust vindt in haar gevallen zijn. En zij blijft liggen. Het vierde gevolg is de moeilijkheid van een oprechte bekering, van een blijvende bekering. Terwijl een vurig christen na een doodzonde opschrikt en geen rust vindt totdat hij in de biechtstoel neerknielt aan de zijde van zijn heiland, wordt een lauwe christen slaperig, ontzenuwd. Het schip van zijn ziel staat zo vast op die zandbank, dat enkel nog maar een krachtige genadegolf hem kan losrukken uit zijn toestand. Maar God heeft hem al zo vaak getracht te redden, en hij heeft niet gewild. En zo zegt de heilige Augustinus: daag God niet uit, vrees de dag waarop God u voorbij gaat en niet omkijkt. De moed ter bekering heeft de lauwe christen zelden, als God hem niet helpt. En de wanhoop grijpt hem aan en hij blijft bij leven reeds een buit van de duivel, als hij niet oppast, als hij zich niet bekeert. Nu is nog de stonde van het heil, de moment van de genade. Sta op en loop. Welke middelen, zo komen wij bij ons derde punt, welke middelen moeten wij tegen deze hoofdzonde van de lauwheid aanwenden? En dat, mijn dierbaren, is zoals altijd eerst de meditatie, de overweging. We hebben van God een verstand gekregen waaruit alle principes van ons handelen moeten volgen. En ons verstand voeden wij door het geloof te overwegen en daarbij door de genade te krijgen om het geloof dieper te vatten. Zoals gezegd is de lauwe blind. De lauwe moet zich dus ernstig beginnen bezinnen en beschouwen
hoeveel goederen hij zichzelf berooft en in welk groot gevaar zijn eeuwige zaligheid komt. Ten tweede moet hij beginnen bidden. Tenminste de voorgeschreven gebeden van het morgengebed, het avondgebed, het meditatief rozenkransgebed. Hij moet op zoek naar het gesprek met God, naar de omgang met God, God die niet ver weg is, maar in de ziel leeft. De lauwe moet een levende betrekking aangaan met de inwonende God. Hij moet God leren kennen om hem te leren beminnen en om hem werkdadig te dienen. Ten derde moet de lauwe ook beginnen schietgebedjes doen. Schietgebeden, zo zeggen de kerkvaders, zijn die kleine vonken die het kampvuur ontsteken. Kleine uitdrukkingen van liefde, uitdrukkingen van vertrouwen, van dankbaarheid, van erkenning tegenover God. Het vierde middel is het waardig en veelvuldig ontvangen van de sacramenten. Een met zorg voorbereide biecht is heel vaak, mijn dierbaren, voor de lauwe reeds het begin van een nieuw leven. Een nieuw Pasen. Een verrijzenis. De communie is daarbij het krachtigste middel om het vuur in onze harten te ontsteken. Het leven van de bovennatuurlijke genade te voeden en te versterken. Tot volwassenheid en vrucht te brengen. En tenslotte is er ook de devotie tot het Heilig Hart van Jezus. Onze Heiland zelf heeft de belofte aan Margaretha Maria Alacoque gemaakt dat door deze godsvrucht tot het Heilig Hart zelfs de lauwste zielen vurig zullen worden, in brand zullen staan. De stralen van zijn liefdegloed, van zijn Heilig Hart, zullen hun geest verlichten. De ijskorst van hun ziel zal smelten en hun gemoed zal hun liefde ontvlammen. In Christus beminnen. Ten slotte willen wij de aanmaning van de heilige Augustinus aanhoren. De heilige Augustinus, die overigens steeds afgebeeld staat met een brandend hart in zijn hand, als teken van goddelijke liefde. Hij zegt, tussen lauwe christenen en heidenen bestaat dit verschil. De heidenen geloven in een dwaling en zij leven ernaar. De lauwe christenen, zij geloven in de waarheid, maar zij leven er niet naar. Gedenk, o christenen, dat onze Heiland kwam om vuur op aarde te stichten, om de wereld in brand te zetten. Accendatur, naar het motto ook van priester Poppe, sursum corda in de heilige mis. Wezen wij niet enkel maar toehoorders of ja-knikkers van het woord van God, maar ook volbrengers met hart en ziel. En wezen wij vurig in de geest, ijverig in de dienst van Christus Koning. En beseft, als wij lauw blijven, dat wij niet alleen onze tijd vol verdoen, maar ook Gods tijd. En vinden wij dus, of we nu lauw zijn of denken vurig te zijn, toch onze eerste liefde terug, onze eerste ijver terug. En zetten we ons ten volle in om na een handvolle arbeid hier op aarde, in de hemel, een onbegrijpelijke rust te mogen ontvangen. En die waren, nu is het geen tijd om te rusten. Nu is de tijd om te arbeiden, zoals God tot de heilige Job gezegd heeft. Aldus mijn dierbaren, we zijn gekomen bij het einde van de reeks over de hoofdzonden. Overwegen wij alles wat wij gezegd hebben, verinnerlijken wij alles wat wij gehoord hebben en verwerkelijken wij ook wat wij ons voorgenomen hebben bij deze voordrachten. Het is een grote opgave die ons wacht, een hoge roeping die ons geschonken is, die we enkel maar met de genade en met de hulp van hierboven kunnen bereiken. En hierbij denk ik heel bijzonder aan onze lieve vrouw, onze hemelse moeder, de toevlucht van de zondaars. Want inderdaad, wij zijn arme zondaars en daarom dienen wij onze hand uit te strekken naar die boven ons staat, die een voorbeeld is
van alle deugden, de sterren der zee. En daarom, mijn dierbaren, stel ik voor dat wij deze prekencyclus afsluiten met de mooie hymne O Sterren der Zee. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gegroet, O Sterren der Zee, de Heer zijn hoge moeder, immer maagd gebleven, poort van de hemel. Neem onze groet, neem de groet van de lippen van de engel, vestig ons in vrede, ruil uw naam met Eva. Slaak onze kerkerketens, doe de blinden zien, wil ons kwaad verdrijven, zorg dat wij het goedste krijgen dat wij vragen. Toon u onze moeder, verhoor ons gebed, die om onze zonden uit u werd geboren, wees bij hem onze voorspreker. O maagd, o wonderbare, bovenal zachtaardig, maak ons zonder zonden, maak ons kuis en edelaardig. Geef ons dat wij rein leven, maak onze reis veilig, tot wij eeuwig blijde Jezus zien en Jezus prijzen. Lof zij God de Vader, roem de Hoge Christus en de Heilige Trooster, de Heilige Geest, drie en één zij alle eer. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Mijn dierbaren, dank u wel voor te luisteren. Ik hoop u in de toekomst terug te zien. Ik verwijs u met klem naar de voordrachten van Pater Verlinden over de liturgie van de Goede Week. Het is heel belangrijk de symboliek, de uitdrukkingen van het geloof van de kerk te kennen, om zo de liturgie beter bij te wonen en er meer vrucht uit te plukken. Ik wens u nog een goede avond en mogen God u allen zegenen.